We staan hier zo bij het Aloysius College in Den Haag. Ze gaan een mars houden voor het bestaan van de school, want omdat ze te weinig leerlingen hebben, bijna de kans groot van dat de school moet gaan sluiten. Nou, zoals je kan zien, zijn best wel veel leerlingen en we gaan met hun even mee om te kijken van hoe het met hun het gaat aflopen. Er is veel media, is er ook veel kinderen en we gaan maar eens kijken hoe het gaat uitpakken. Nou, de mars is begonnen. Ze zijn vertrokken vanaf het schoolplein. En dat gaat nu naar het stadhuis toe. Bij het spuit natuurlijk. En dan gaan ze daar hun petities gaan ze daar brengen. Om te kijken dan, of het behoud van de school dan nog wel voor relevant is. Nou, u loopt mee met de tocht. Ja. Waar is dat toch precies voor? Dat we vinden dat het AC open moet blijven. Oké. En wat is de reden dat ze hem eigenlijk dicht willen gaan gooien? Ja, financieel heeft het ermee te maken. Oké. En nu zijn jullie bezig om handtekeningen te gaan brengen naar het stadhuis? Ja. We hebben allemaal die petitie getekend, dus dat gaan we nu afgeven. Oké, nou ik ben benieuwd. We lopen mee. Ja, leuk. Gezellig. Ja, inderdaad.